Bram Rauwe, 2007. NK, hoe verliep dat daar? Ja, dat ging heel erg goed. De zaterdag van de serie sowieso al. Liep ik eigenlijk heel makkelijk samen met Bas Efting. Gewoon naar de tweede plek in de serie. En ja, dat voelde gewoon zo makkelijk eigenlijk. En ook niet zo'n tijd verwacht in de serie te lopen. En ja, die zaterdag gewoon daarna lekker de rust gepakt. En die zondag weer lekker voorbereid. En ja, ik zag iedereen daar lopen en ik had die dag... Ja, ik had gewoon mijn dag en het voelde zo van, nou, dit wordt mijn dag, ik ga die titel pakken. En ja, zo ging dat in de race ook. Die race ging perfect voor mij. Iedereen die deed een beetje kopwerk en in het begin niet te hard. En toen het laatste rondje echt snoeihard doorgelopen. Ja, dat is ideaal voor mij. Als ik goed herinner, ik weet dat ik die race bij de NOS heb gezien, was men aardig verbaasd dat jij won. Ja, dat was men ook. En dat was ik zelf natuurlijk. Op zich ook wel. Dus ik kijk naar mijn persoonlijk record. En dan zijn er gewoon snellere jongens natuurlijk in Nederland. Die, ja, waar men van verwacht dat die de titel gaan pakken. Maar ja, dat gebeurde niet. En ja, het verbaasde mij zelf ook wel enigszins. Maar gewoon op het moment. Ja, ik had wel het gevoel dat het zou kunnen. Maar ja, ik had voor mezelf natuurlijk een plan uitgestippeld, ook voor de jaren daarna. En niet verwacht in 2007 al een titel te pakken. Dus in die zin kan het wel onverwacht. Die race toen, hè? Jij hebt dus dingen erg goed gedaan, want je wint. Zijn er nou van die anderen, welke fouten zijn er gemaakt dat jij die titel sowieso kon winnen? Of is het, jij was ongeacht welk soort race had jij gewonnen? Nee, dat denk ik niet. Dit was echt wel een race voor mij. In het begin ging het echt niet hard. En ja, er waren gewoon wat jongens die wel tempo wilden maken. Gewoon in de tweede en de derde ronde. En ik hoefde niks te doen. Ik hoefde eigenlijk alleen te wachten. En toen met de laatste ronde kon ik gewoon makkelijk mee. En ik weet nog wel op 200. Ik denk, nou als het niet harder gaat als dit, dan gaat het wel lukken. En ja, toen kon ik gewoon in de laatste 200 gewoon afmaken. En ja... Ja, die andere jongens die hebben denk ik ook naar hun mogelijkheden gedaan, zeg maar. Maar ja, mijn eindsprint was die dag gewoon goed. Je eerste titel, tot nu toe is daarbij gebleven, toch? Ja, daar is het bijgebleven, jammer genoeg. Daarna eigenlijk alleen maar geblesseerd geweest. En sinds oktober, november 2009 weer... Dat ik echt belastbaar ben. En dat ik gewoon weer heel rustig ben begonnen met mijn trainingen. En de winter langzaam heb opgebouwd eigenlijk tot naar dit baanseizoen toe. Welk soort blessures had je? Ik heb eerst een stressfractuur gehad in mijn kuitbeen. Begin 2008. Na een goede winter eigenlijk. Na die Nederlandse titel dan. En daar heb ik wel in die winter wel een stap vooruit kunnen zetten. Alleen ja, in het voorjaar kwam toen die stressfractuur naar boven. En ja, toen een aantal maanden gewoon niks kunnen doen omdat dat goed moet herstellen. En ja, daarna om dan weer te beginnen viel gewoon niet mee. En daarnaast was er ook gewoon wat veranderd in mijn dagelijks leven. Werken erbij, reizen erbij. En dat was gecombineerd allemaal te veel. Net even iets te veel werken, net iets te veel in de auto zitten. En dan ook nog denken dat je behoorlijk kunt trainen. Dat werkte voor mij niet. En ja, eind 2009 er toch wel wat keuzes in gemaakt. Korter werken en dichter bij mijn werk wonen. En meer mijn rust pakken, meer ontspanning. En ja, dat is wel gebleken dat het al erg belangrijk voor me is. Wordt het ook echt al beloond? Nee, het wordt nog niet beloond. Maar goed, dat komt nog wel. Dat vertrouwen, dat heb ik wel. Nee, kijk, zoals vorige week liep ik dan in Uden 3:48. En dan komt het gevoel wel gewoon weer een beetje terug. En ik wil niet gelijk zeggen dat ik er 2 jaar voor geblesseerd wil zijn. Maar dat was wel weer een race van, het zit er echt wel in. En dat voelde gewoon goed. En niet helemaal kapot of wat dan ook. En, ja, dan heb ik gewoon het gevoel dat er veel en veel meer in zit. En ja, dat wil ik er echt wel uithalen. En ja, duurt het nog 2 jaar, duurt het nog 4 jaar, dat maakt mij niet zoveel uit. Ik wil er gewoon heel veel aan doen om dat eruit te halen wat er in mij zit. En ja, is dat nou 3:42 of 1500 of onder 3:40, dat maakt mij dan niet uit. Maar als ik maar weet dat het voor mij alles is wat erin zit, dat telt voor mij. Vandaag was je niet helemaal tevreden met 3:52, 3:53. Volgende week een NK. Wat zijn jouw verwachtingen? Nou,
vrij blanco, denk ik. Eerst moet de zaterdag gewoon gebeuren, eerst door de series heen en dan is de zondag weer een dag. Zo sta ik er een beetje in. En ja, het is ook altijd even afwachten wat voor jongens er meedoen. Kijk eens aan dat het ook in één keer aan de start staat. Je weet niet wat het betekent voor de series, maar het kan wel zo zijn dat het in de finale dan hard zal gaan. En, ja, dit is maar kijken hoe dat uitpakt. Dat is altijd weer een verrassing natuurlijk. Dus ik ga er nu... Nee, ik had er niet hele grote verwachtingen voor of wat dan ook. Maar ik wil gewoon eerst de series door en dan zondags weer alles eruit halen. Zou je überhaupt een week voor een NK je tactiek gaan prijsgeven? Nee, denk ik niet.